Nou, toen we begonnen met de regeling was die voor 3 maanden. Hij is daarna met 4 maanden verlengd. En vanaf oktober is de regeling met 9 maanden verlengd. Dat betekent dat hij tot juli 2021 doorloopt. Dat wil niet zeggen dat we per se die hele periode moeten gebruiken, maar als de crisis zo lang duurt, is er een regeling tot dat moment. De regeling is wel in de tijd wat veranderd. Daar hebben wij ook een bericht over gestuurd aan mensen waar dat voor geldt. Wat we zien is dat we moeten ons steeds aanpassen aan de nieuwe situatie. We hebben ook op Bonaire gemerkt dat ook in de COVID-tijd de situatie steeds anders kan zijn. We hebben een situatie gehad van een bijna lockdown, scholen dicht, kinderopvang dicht. Van de zomer was er weer wat toerisme, was er meer mogelijk. In september zijn de horecazaken nog een keer dicht gegaan. Inmiddels met code geel lijkt het weer de andere kant op te gaan. Dus wat we zien is in die maatregelen dat we steeds proberen daarop in te spelen, zonder dat we elke week andere beleid voeren. Dus het is zoeken naar de balans tussen wat het eiland nodig heeft, gegeven de situatie, en niet te vaak wisselen van maatregelen. Ik heb nog een vraag, laten we zo zeggen. Het zoeken van het balans. Is het anders dan op Bonaire dan in Nederland? Nee, ook in Nederland is er heel veel discussie. Daar worden de maatregelen nu ook versoberd. Op Bonaire is dat maar voor een heel klein deel het geval. Toen in oktober het pakket verlengd werd, toen was oorspronkelijk het idee dat 80% loonbetaling 70% zou worden. Dat was ook al aan de Tweede Kamer in Nederland bericht. Maar op dat moment was de situatie economisch zo kwetsbaar, dat is besloten om die 80% te handhaven. Dus op dit moment hebben we tot 1 januari het pakket dat we altijd gehad hebben. Er is 1 verandering en die is al aangekondigd, en dat is de mensen die geen baan meer hebben. Die hebben nog 3 maanden recht op de regeling. Dat is anders dan dat het eerder was. Dus dat betekent dat, en dat noemen we dan in de regeling de gewezen werknemers, die hebben, als ze op 1 oktober in de regeling zaten, tot 1 januari recht op de uitkering. Daar hebben wij een bericht over gestuurd aan de mensen, zodat ze ook goed begrijpen dat dat gaat gebeuren. Want het zou natuurlijk heel vervelend zijn als in de eerste week van januari mensen erachter gaan komen dat ze geen recht op uitkering meer hebben. En dat SZW dan zegt, ja, maar dan had je maar op de website moeten kijken, of we hebben een persbericht uitgedaan of iets dergelijks. Dus daar zijn mensen persoonlijk van op de hoogte gebracht.